de wedstrijd MEC tegen Neede. We hebben gespeeld. Ja, het scorebord is helemaal leeg op dit moment. Maar ik schat dat we een minuut of zes onderweg zijn. We zijn iets voor twee uur begonnen. MEC tegen Neede. Ja, MEC. Voor MEC is natuurlijk het seizoen al geslaagd. Ze staan in de vierde klasse op plaats nummer 6. En dat is voor zo'n kleine vereniging, als MEC uiteindelijk is, natuurlijk een fantastische prestatie. Ze hebben al heel veel punten gehaald. Met name dan in de tweede periode, waarin ze 9 wedstrijden speelden en 21 punten verzamelden. En ja, in die tweede periode hebben ze nog een kleine kans op de periodetitel. Want met die 21 punten uit de 9 staan ze dan bovenaan in die tweede periode. Op de tweede plaats staat de Ulfse Boys. 8 wedstrijden gespeeld en 19 punten. Dus als de Ulfse Boys nog die wedstrijd die ze dan nog moeten spelen zou winnen. Ja, dan wordt Ulfse Boys wordt dan de periode kampioen. En daar ziet het trouwens wel naar uit hoor. Want de wedstrijd die dan Ulfse Boys achter ligt, dat is die... Die wedstrijd, ja, hoe moet ik het noemen, dat is die wedstrijd tegen Etten, die door dat discriminatie-incident voortijdig gestaakt is. Nou, de kranten hebben er vol van gestaan. Mensen weten wel waarover dat ging. Dat was dus de wedstrijd Etten-Ulfse Boys, die bij de stand 2 tegen 0, of liever gezegd 0 tegen 2, want de Ulfse Boys stond met 2-0 voor tegen Etten. Die werd dan gestaakt en daar moet nog een restant worden uitgespeeld. En volgens mij is dat een minuut of 20 of zo dat nog gespeeld moet worden. Met Ulfse Boys 2-0 voor. Dus Ulfse Boys heeft uiteraard de beste papieren. Dus laten we eventjes afwachten. Maar goed, het ziet er nou uit dat Ulfse Boys dan die tweede periode titel wint. En MEC Neede, dat is een wedstrijd uit de derde periode al. Waarin ook al een aantal wedstrijden gespeeld zijn. Even snel de opstellingen van MEC. Dat is Bonnie Heijnen in het doel. Luc Grijzen, Deliaan van Eerden, Guus Keperklaus, Wouter Hufkes, Nico Deunk, Emiel Dibbets, Michael Dibbets, Dennis Maas, Roy Oonk en Robert Woerders. Ja, dan missen we natuurlijk één man aan de kant van MEC. Dat is Peter de Roos, die veel scorende spitsen aan de kant van MEC. Terwijl ik eventjes naar een aanval van Neder op dit moment zit te kijken. Dat wordt gevaarlijk hoor. Die man kan op doelen schieten en wordt hens gemaakt. Althans... In het strafzorggebied van MEC, er wordt althans geappelleerd voor MEC. Althans door de spelers van Neder natuurlijk, maar de scheidsrechter fluit daar in ieder geval niet voor. Ik heb het ook niet kunnen zien of het werkelijk Hens was. Ik denk dat hij wel de bal met de handen heeft geraakt, maar de hand ging in ieder geval niet naar de bal. Laat ik mijn verhaal eventjes afmaken. Ja, MEC tegen Neder dus. Staan op de zesde plaats, dus Neder staat dan bovenaan met 39 punten uit 19 en 1 is dan Reuni, 41 punten uit 18 wedstrijden. Dus Neder, ja, Neder speelt hier gewoon natuurlijk voor het kampioenschap, voor die eerste plaats. Eventjes nog een opmerking over Neder. De doelman van Neder, die is 17 jaar, die komt uit de B1 omdat De vaste keeper zeg maar, van Neder die is geschorst. Dus vandaar dat Neder wel een hele jonge keeper heeft. Maar hij schijnt heel erg goed te zijn, heb ik me laten vertellen. Dus dat, ja, daar hebben ze alle vertrouwen in. Verder dan aan de kant van Neder. Een hele interessante man, of jongen moet je het eigenlijk nog noemen, op de reservebank. Dat is Joppe Smit, 15 jaar oud. En ik heb me laten vertellen dat het grote talent is... Van Neder en omstreken, zeg maar. Ik hoop dat ik hem nog vanmiddag te zien krijg. Dus Joppe Smit, 15 jaar. Ja, dat staat werkelijk natuurlijk zo'n groot talent is. Ja, dan zal hij natuurlijk ook niet al te lang meer in Neder blijven voetballen. Maar goed, in ieder geval, hij heeft nummer 16. Hij zit op de bank. Dus hopelijk komt hij er nog in. Ja, Peter de Roos, ik had het al verteld, niet bij. Vorige week in de wedstrijd tegen... VVG liep hij een enkel blessure op en moet afwachten hoe dat verder uit gaat werken. Maar het zou wel eens kunnen zijn dat Peter de Roos niet meer in actie komt dit seizoen voor de resterende wedstrijd. Dus dat is heel erg jammer. Nou, wat de wedstrijd betreft, een minuut of 10 onderweg, gelijk opgaande strijd. Eén kleine kans aan beide kanten gezien. En tot nu toe gaat het gelijk opgaand. De wedstrijd Neder MEC, hè, dus de heenwedstrijd zeg maar, dat was 2-1. Dus dat getuigt wel dat het toch redelijk hier gelijk opgaat met misschien
lichte favoriete rol voor Nede. Nede natuurlijk zwarte shirts en witte broeken en Mac natuurlijk in het bekende geel en zwart. Tegen 0, zoals ik al zei, een gelijkopgaande wedstrijd. Aan beide kanten al een paar kansen gezien. Richard Kettering, die spits van Nede. Hele gevaarlijke man is dat. Die kopt een metertje naast op een hele mooie voorzet van Matthijs Lechtenberg. En een minuutje later, dus na die kans van Richard Kettering, was het Dennis Maas die net naast de bal kopte. Dat was een schitterende voorzet van Robert Woerders, die snelle man van Mac aan de, aan de linkerkant. Ging zijn man voorbij, trok hem voor. En Dennis Maas kopte net mis. Nou, als hij de bal geraakt had, dan was het zeker een doelpunt geweest. En nu dan een vrije trap voor Michael Dibbets. Met een metertje over de middenlijn heen. Maar daar kan helemaal niemand bij. De bal gaat over de achterlijn heen. Dus een uittrap voor die jonge keeper van Nede. Pim Wegdam, 17 jaar. En tot nu toe heeft hij het voortreffelijk gedaan. Hij heeft al een paar mooie reddingen verricht. Onder andere op een schot van Guus Scheperklaus. Die zo richting de bovenhoek ging. Daar zat hij goed bij, maar het was niet nodig. Want Sam Kolkman was het volgens mij die op de lijn die bal wegkopte. Dus dat was in feite de tweede kans voor een Mac die we hier gezien hebben. Nu gaat de bal over de zijlijn heen. Dus een ingooien neem ik aan voor Luc Grijzen. Ook als zo'n jonge man, rechtsback is dat van de Mac, gaat nu ingooien. Weet hij althans richting Wouter Hufkens, maar Wouter Hufkens kan er ook niet bij. Kopte Luc Grijzen weer richting Roy Oonke. Roy Oonke dirigeert de bal verder naar Dennis Maas. En Dennis Maas wordt onderuit gehaald. Ik denk een metertje of 7-8 van de hoekvlag af. Dat wordt uiteraard een kolfje voor de hand voor Michael Dibbets natuurlijk. De man die bijna alle vrije trappen neemt voor Mac. En nu een schitterend schot af van Michael de Dibbets. Die gaat er in één keer in. Jongen zeg, een goede reactie van de keeper van Nede, Pim Wegdam. Dat was de derde kans voor Mac die ik nu tel. Ik heb dat Michael Dibbets al een paar keren zien doen hoor. Ja, niet alleen in deze wedstrijd, ook al in andere wedstrijden die ik van Mac gezien heb. Dan van een meter of 30, 40 dan probeert hij hem in één keer in het doel te peren. En een paar keer is het al gelukt. Dit was een hele mooie kans. En voor hetzelfde geld was het die 1-0 geweest. Goed, uittrap van de keeper richting Erkan Mavus is dat, maar er zit Nico Deunke heel goed tussen Guus Scheperklaus ruimte op en Michael Dibbets uiteindelijk. Die schiet de bal richting Dennis Maas. Dennis Maas nu met een mannetje bij zich natuurlijk. Inderdaad, de verdedigers van de Nede hebben het trouwens goed voor elkaar. Behalve dan die drie die kansen die Mac al gegeven heeft. Of die Mac al had. Nu neemt Richard Kettering de bal weer over. Gaat de bal naar de rechtsbuiten van Mac. Ook zo'n snelle man is dat met nummer 11. Jeffrey van Sunten-Matensdijk. Maar daar let de verdediging van Mac goed op. Weer zo'n lange, scherpe bal naar Robert Woerders. Robert Woerders wordt daar tegen de grond aan gewerkt. Inderdaad, een vrije trap voor Mac. Waarvoor Michael Dibbets natuurlijk van achteren weer richting de plaats loopt. Waarin die vrije trap moet worden genomen. Maar ik denk dat het nu trouwens niet Michael Dibbets is die hem gaat nemen. Het zou
Wouter Höfkes wel eens kunnen zijn wie hem nu gaat nemen. Inderdaad, Wouter Höfkes die maakt zich klaar om die vrije trap te nemen. Nou, een beetje links van het doel. Een muurtje van twee zie ik daar staan van Neder. Die bal zal ongetwijfeld te hoog in het strafschopgebied komen. Inderdaad, daar komt die bal. En het is, er kunnen de spitsen van de MEC kunnen daar vooralsnog niks mee. Het is Neder dat hier weer uitverdedigt via die Jeffrey van Sunten Maartensdijk. Wat een moeilijke naam is dat. Richard Kettering heeft daar de bal. Maar gelukkig, Guus Skeperklauw zegt, die duwt hem gewoon aan de kant. En neemt de bal over een scherpe paas daarop. Dennis Maas, maar dan wordt gefloten. Ik denk dat hij een duwfout heeft gemaakt richting zijn man, die mandekker van Neder. Daar die grote, sterke man daar in de verdediging van Neder. En de vervolgaanval van Neder levert daar weer niks op. Want het is Guus Skeperklauw die daar heel goed op let. En de bal rustig terugspeelt richting Bonnie Heijnen, de keeper. Van de MEC die volgens weer uitschiet richting, even kijken wie is dat, is Roy Onke, voor is dat volgens mij. Maar ja, dan is MEC de bal weer kwijt en ja, de vervolgaanval van Neder levert dan ook weer niks op. Ja, een beetje rommelige fase nu, maar goed, aan beide kanten zijn er al mooie kansen geweest om de score te openen. Het is nog niet gebeurd, de stand is hier nog 0 tegen 0. Nul tegen nul. Het is overigens wel een wonder dat er nog niet gescoord is, hoor. Want MEC, tijdens dat die muziek, heeft de MEC ook alweer twee kansen gehad. Of althans, één halve kans. Dennis Maas werd onderuit gehaald in het strafschopgebied. Heel MEC schreeuwde natuurlijk om een strafschop, maar de scheidsrechter gaf hem niet. Dat had hij wellicht nog wel kunnen doen, denk ik. En een minuutje later was het een vrije trap voor MEC, een meter of 20 van het doel af. En Michael Dibbets die in één keer uithaalde. En de keeper van Neder die ging goed naar de hoek toe en hield die vrije trap mooi tegen. Dus wat dat betreft maakt MEC in deze fase een sterke indruk. Neder moet terug. Neder komt er ook nauwelijks meer uit. Hebben ook geen kansen meer gehad in de laatste 10 minuten. En MEC begint een beetje het spel te dicteren. En met name in verdedigend doen ze het heel goed. De staat heel erg goed. Met name dan hier Patrick de Voortwis en Guus Skeperklauw. Die halen daar een heleboel weg. Nu wordt die Richard Kettering wordt daar goed aan banden gelegd door die Guus Skeperklauw. Nu dan wel een vrije trap voor Neder. Richard Kettering werd een beetje in de rug geduwd door Guus Skeperklauw. Een vrije trap voor Neder. Meter of 6-7 over de middenlijn heen op de helft van MEC. Waarvoor zich meldt Tom Leverink. Tom Leverink draait de bal in het strafschopgebied. Dan moet alle hens aan dek, zou ik zeggen. Maar het is Bonnie Heijen die rustig de bal kan oppakken. Nou, wat dat betreft doet het gewoon MEC doet het gewoon goed in deze fase van de wedstrijd. Ja, ze hebben eigenlijk wel een doelpuntje verdiend. Want als ik de kansen zo aan het ga tellen van MEC en Neder, dan kom ik toch in het voordeel van MEC uit. Dus wat dat betreft is Neder, ja, in deze fase valt het een beetje tegen. En MEC heeft echt al een doelpunt verdiend. Nou, daar werken ze weer weg in de verdediging van MEC. En dat is Luke Grijze die de bal weer krijgt. Hij speelt naar Emil Dibbets. Emil Dibbets draait om zijn man heen. Probeert zijn man weer te omspelen. Want dan gaat de bal over de zijlijn heen. Ingooi voor MEC. En waarvoor zich gaat melden, Michael Dibbets, die vanuit de middencirkel helemaal naar de zijlijn nu toe loopt. Een meter of 20 voor van de hoekvlag af op de helft van Neder gaat hij de. Ja, dat is zelfs een vrije trap. Inderdaad, het was Emil Dibbets die daar toch een beetje te sterk belaagd werd door een verdediger van Neder. Dus een vrije trap voor MEC. Michael Dibbets schiet nu de bal hoog in het strafschopgebied. Maar dat is te hoog en te hard. Die bal belandt zelfs nog buiten het hek. Dat grote hek wat achter het doel staat. Die ballenvanger, zeg maar. Daar kwam hij al niet eens tegenaan. Dus het was wel heel erg ver van het doel af. Dus een uittrap voor Neder, voor Pim Wegdam. Die jongen van 17 die het prima doet, hoor. Keeper in de B1 heb ik al gezegd van Neder. Maar hij doet het prima, hij heeft nog geen fout gemaakt. En hij heeft al een paar reddingen moeten verrichten. En met name dan dat ene schot van Michael Dibbets. Die hield hij er heel goed uit. En nu weer Michael Dibbets. En een hele verre trap richting
tennissen, maar de bal gaat over de zijlijn heen. Ingooi voor en neder, bijna ter hoogte van de hoefvlag. Ja, we hebben hier gespeeld, dus ik denk een minuut of 35. Maar dat moet ik even schatten, want dat scorebord van Mac, dat doet het nog steeds niet. Ik denk ja, een minuutje of 37, 38 hebben we hier wel gespeeld, denk ik. De stand gaat 0 tegen 0, gelijk opgaande strijd, maar op grond van een aantal kansen had Mac wellicht al op voorsprong moeten komen. De scheidsrechter heeft een minuutje geleden gefloten voor het einde van de wedstrijd. Dus goed, 0 tegen 0 met kansen aan beide kanten.